In deze video ga ik u laten zien hoe u een intern bericht kunt sturen naar een van uw collega's. Hiervoor gaan we aan de linkerkant in het ZIP-menu. En dan klikt u hier op intern bericht. Dan komt u op een volgend scherm uit waarop staat de overzicht interne berichten. En u heeft hier een aantal selectiemogelijkheden zoals niet gelezen berichten, verstuurde berichten, conceptberichten en alle berichten. Standaard staat deze op ontvangen berichten. Wilt u een bericht versturen, dan klikt u hier op de groene plus. Dan selecteer ik één van mijn collega's met voorbeeld. Ik typ wat tekst. U heeft hier de mogelijkheid om een bestand te uploaden. Zo zou ik dit bestand kunnen uploaden. En vanuit hieruit klikt u op de button versturen. En dan zult u zien dat het bericht verstuurd is aan mijn collega. Bedankt voor het kijken van deze instructievideo. Voor meer instructievideo's, het bekijken van veelgestelde vragen of handleidingen, of het inschrijven op een webinar, verwijzen wij u graag door naar de Spotomedics Academy.